Ik sta hier voor het oudste kerkje, het oudste monument van Tullen 12 van Houten. Voor de kerktoren uit de 11e eeuw. En daar hebben wij vandaag gerepeteerd voor het benefietconcert wat we mogen aan gaan geven. Ter bate van onze vrienden in Oekraïne. Waar we veel vrienden hebben. We hebben een motto aan het benefietconcert meegegeven. Licht voor Dolina. En dat betekent een aggregaat van rond de 10.000 euro om het ziekenhuis waar het licht regelmatig uitvalt en daarmee de patiënten in gevaar komen permanent van licht te kunnen voorzien. We hebben vandaag wat extra gerepeteerd. En dat was nodig omdat wij ter gunste van deze happening hebben we alle oud-leden uitgenodigd om mee te zingen. Dus het was even oefenen en misschien dat er wat kleinigheidjes fout gaan, maar het wordt een absoluut topconcert. Iedereen is natuurlijk van harte welkom, maar je komt niet weg de kerk uit zonder dat je betaald hebt. Ik durf dat zo brutaal weg te vragen om de eenvoudige reden dat ik het niet voor mezelf vraag. Maar wat daar gebeurt is natuurlijk zo dramatisch. Iedereen die op dit moment in dat land leeft, die weet niet hoe het morgen eruit ziet. In 77 jaar hebben we natuurlijk niet kunnen denken dat dit ooit zou gebeuren.